Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekt soms wat bewolking over Nederland, maar er zijn ook opklaringen. De wolken en de opklaringen worden aangevoerd vanuit het zuiden. Voor vanochtend hier en daar misschien wat nevelig weer. Nog wat wolkenvelden, hier en daar ook al wat zon en temperaturen van 6 tot 8 graden. De wind is matig uit het zuiden tot zuidoosten, ook vanmiddag. En dan lopen de temperaturen op naar 9 graden in Groningen tot 12 in het zuiden van het land. Het blijft droog en de zon schijnt van tijd tot tijd. In de avond neemt de kans op wat lichte neerslag wel weer toe, als eerste in het zuidwesten. En die neerslagzone trekt in de nacht dan over het land. Maar morgen overdag is die weer grotendeels verdwenen. Dan blijft het op veel plaatsen droog. De zon schijnt opnieuw af en toe. En met een matige, soms zelfs vrij krachtige zuidelijke wind wordt het 10 graden. We houden de dubbele cijfers dus nog even vast. Dat lukt overigens in het weekeinde niet meer. Dan gaan we naar temperaturen van 7 of 8 graden met vooral zaterdag overdag van het zuiden uit wat regen. Zondag is het nog wat onzeker wat de regen precies gaat doen en is er ook wat meer ruimte voor de zon. Maandag afnemende regenkans, zonnige periode en 7 graden, het blijft rustig winterweer. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.